Yeah, thank you. Ik heropen de vergadering van de parlementaire tijdelijke onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Rietkerk. U kent wellicht leden van de commissie, maar ik vertel het nog even. Mevrouw Bruinslot, de heer Ulebelt, de heer Van Meenen, mevrouw Fokka en mijn naam is Elias. De heer Van Meenen en ik zullen het voortouw nemen, maar de rest van de commissie die let altijd goed op en die heeft vast ook nog wel wat te vragen tussendoor. Dank dat u bereid bent hier vandaag met ons te spreken over C2000, het communicatienetwerk van politie, brandweer en ambulancediensten dat oorspronkelijk was beoogd in 2000 van start te gaan, dat in 2006 werd opgeleverd, dat in 2009 zodanige kuren vertoonde dat er weer flink aan gesleuteld moest worden. En u was Kamerlid voor het CDA. En dat bent u 10 jaar geweest, zie ik dat goed? Nou, iets korter. Van 98 tot 2003. Van 98 tot 2003. Komt uit een geslacht van bestuurders. Dat kun je wel zeggen. Vertel eens. Nou, mijn vader is bestuurlijk actief geweest bij de RPF, nu ChristenUnie. Burgemeester, statenlid, wethouder. Ja. En mijn oom was oom Koos Rietkerk, minister van Binnenlandse Zaken. Zeker. Goed. We hebben u uitgenodigd om als oud-Kamerlid eens te praten over de werkwijze van de Kamer rondom grote ICT-projecten en dan in het bijzonder dat C2000-project. Wees alsjeblieft zo openhartig mogelijk en vertel ook hoe het in de praktijk toegaat in de Kamer, want wij weten dat een beetje, niet rond al die projecten, maar mensen die met ons meekijken en meeluisteren niet altijd. U bent er onder meer verantwoordelijk voor dat de Kamer eind 2002 aan de Algemene Rekenkamer vroeg om het project C2000 eens grondig door te lichten. We komen daar uiteraard nog wat uitgebreider over te spreken. Volgens krantenberichten uit die tijd was u nogal geschrokken toen u tijdens een congres regionale politiebestuurders en burgemeesters sprak en de kranten suggereerden dat u 's ochtends op het congres was en 's middags ineens om een groot onderzoek vroeg. Hoe zat dat? Nou, dat is wel een hele korte klap. Misschien aangeven hoe ik het dossier aantrof als Kamerlid destijds. In 1999 kregen we de eerste rapportage. Dat is een van de grote projecten waar ik woordvoerder voor mocht zijn namens het CDA. En vanuit de werkbezoeken die ik toen deed bij een aantal politiekorpsen, was mijn scherpte al op dat dossier gericht. En heb ik vragen gesteld over de planning, over de begroting, over de kwaliteiten die uiteindelijk het resultaat daarvan zouden moeten zijn en ook het opdrachtgeverschap, van wie is nou opdrachtgever en opdrachtnemer en hoe is het hele aanbesteding gelopen. Nou, een hele mond vol. Dat was meer destijds de eerste vragen. Daar had ook de Kamer, ik herinner me nog oud-collega Wagenaar en Schoutema de Nie, hadden ook vragen daarover. En eigenlijk hadden we na het debat met de staatssecretaris, ik dacht dat het staatssecretaris De Vries was, hadden we het idee, er moet een vervolg komen. Even voor de duidelijkheid, dat was toen Gijs De Vries, ja, staatssecretaris, en die begon onder, of nee, die heeft ook nog gediend onder Klaas De Vries, de minister. Vandaar ja, die naam. Ja, gaat u verder. Ja. En dat betekent dat wij, ik dacht medio 1999, een vervolg aan dat algemeen overleg gaven. Dat is een algemeen overleg met nog meer stukken dan dat ik bij me had, omdat we de diepte in wilden. En die zei eigenlijk, die kwam tot een voorstel, een motie Wagenaar, die ik ook mede ondertekend heb, van kijk nou eens, kom nou eens op korte termijn met een helder overzicht, een plan van aanpak over al die punten die ik net noemde.
Ja, de kostenplanning, etc. Daar komen we allemaal nog even over te spreken. Ja. Maar ik begon eigenlijk even bij een cruciaal moment. En dat was dat moment dat u dus 's morgens die politiemensen sprak en 's middags zei, nou gaan we ook echt de rekenkamer iets vragen. Hoe zat dat? Ja, ik heb de gewoonte ook toen gehad om vanuit de praktijk, vanuit de regio, de informatie op te halen. En dat was tijdens de werkbezoeken bij diverse regiokorpsen. Van Limburg, dat was IJsseland, nou, 25 korpsen. Een aantal daarvan gaven mij helder het beeld op tijdens die werkbezoeken dat men zorg had over de kosten en over de planning en de kwaliteit van C2000. En als zeg maar, het debat plaatsvindt over een thema, had ik de gewoonte om in die week, en het kan best zijn op die dag zelf, om de actuele stand van zaken dan vanuit het land mee te nemen naar de Kamer. En dat deed ik toen ook. En ik denk dat ik toen bij het Korps IJsseland ben geweest. En die gaven mij een beeld wat mij zorgen maakte als Kamerlid. En dat heb ik inderdaad vertaald. Niet alleen zeg maar, naar debatten, maar ook uiteindelijk naar de opzet van dat onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Collega Van Meijen. Ja, wij proberen ook voor de mensen die geen Kamerlid zijn geweest, te laten begrijpen waar je als Kamerlid allemaal mee te maken hebt, hoe het krachtenveld ligt rond zo'n onderwerp als C2000. Dus ik zou u willen vragen met wie u eigenlijk allemaal te maken had als verantwoordelijke voor dit dossier. En wees u vooral heel uitvoerig. Ik heb ook een lijst en dan ga ik kijken of u ze allemaal noemt en dan ga ik daarna door eens vragen of het klopt dat er nog meer zijn. Ja, nou, in ieder geval was het doel om een goed communicatiesysteem te hebben. En dat betekent dat ik met politie te maken had, dus de politiediensten, de 25 korpsen. Ja, ja, die heb en daar zat er nog een centrale kop bovenop destijds. Ja. Twee, brandweer en ambulancediensten, want ook medische gegevens zouden gekoppeld moeten worden als er rampen waren. Vervolgens de regionale overheden, mede-overheden, dus gemeenten, al dan niet in een regionaal verband vervat. En vervolgens kwam ik in de stukken tegen allemaal afkortingen. Het ITO en allemaal adviesbureaus. Die heb ik niet bezocht, maar die kwam ik in de stukken tegen. Dus dat zijn, Dat was het? Nou, nog niet helemaal. Heb ik in die tijd gekeken naar netwerken bij andere departementen, bijvoorbeeld Defensie. Ik vroeg me af van, nee, als de overheid toch in communicatie of veiligheid wil investeren, dan is het toch ook goed om breder te kijken dan één departement. Dus zowel bij VWS destijds als bij Volksgezondheid, als bij Defensie heb ik toen daarna gevraagd. Koninklijke Marechaussee had daar vervolgens weer mee te maken. Nou, dan heb je volgens mij het veld in ieder geval wel redelijk in beeld. Ja. Nou ja, ik loop het even met u langs. Ja. Hoe het volgens ons zou zijn, en dat is ook op basis van ervaringen die wij natuurlijk ook als Kamerleden hebben. U heeft natuurlijk een persoonlijk medewerker of een beleidsmedewerker. Die vindt er nog wel die wil ik ook nog wel even noemen. Ja, nee, maar ik loop het wel even met u door. De commissie Binnenlandse Zaken. Daar had u ook mee te maken. Ja, ik kan dat nog even noemen, want ik ging niet zeg maar onvoorbereid dus op pad. Aan de binnenkant zeg maar, ja, van het systeem. Klopt. Ja. We hadden de fractiecommissie. Ja. Bij het CDA. Dus ik had een medewerker, een beleidsmedewerker, dus een persoonlijk medewerker die de werkbezoeken organiseerde. Ja. Ik had een beleidsmedewerker, dat noemen wij de veiligheidsmachine, de heer Dilling was dat toen, die adviseerde mij op het beleid. We hadden vervolgens de fractiecommissie als CDA en we hadden dan de Kamercommissie. En de Kamercommissie bestond dan nog uit een procedurevergadering die de agenda voorbereidde. En de Kamercommissie die ook zeg maar publiek bij elkaar kwam in overleggen. Ja, ja. Hoe noemden we die beleidsmedewerker? Nou, oud-collega Wim van den Kamp en ik waren de twee veiligheidswoordvoerders. Dus ik zat wat meer aan het preventieve en de binnenlandse zaken en hij aan het repressieve. En dat noemden we de veiligheidsmachine. De veiligheidsmachine. Ja, dat waren drie medewerkers. Overigens ook oud. Gaan we eens kijken hoe die machine werkte. Nou ja, ik heb hier nog de commissie, die had u al genoemd, uiteraard de voorzitter. Had u ook met fractiebestuur te maken rond dit onderwerp? Zeker, omdat het was een groot project en dat betekende dat dinsdag. Ja, we hoeven niet allemaal door te lopen. Nee, maar gaat u. Ja. Ja, en de fractie ook, want het betekende dat je de debatten die vaak ook een vervolg hadden in de Kamer, waar een Kameruitspraak wellicht voor nodig was, een motie of amendement, dat besprak je in de voltallige fractie. Ja, ja. Had u ook contact over dit onderwerp met de Kamervoorzitter of met het presidium waar u later in terecht kwam? Op dat moment niet. Ik heb wel voordat het
onderzoek echt op papier stond, heb ik een wandeltocht door dit gebouw gemaakt. En dat was dat deel, dat heette geloof ik vroeger hotel. En daar zat de commissie voor Rijksuitgaven en de Griffie mensen heb ik in die tijd bevraagd. Omdat ik eigenlijk de onderste steen boven wilde hebben en dat ging niet vanzelf. Nee, dat ging niet vanzelf. Nee. Dat, nou ja, misschien kunt u daar... Nou, dat was een zoektocht van hoe kom je, zeg maar, ook tot, ik noem het dan de tanden van de Kamer. Hè? De parlementaire controle was in het geding, vond ik. Omdat wij niet een totaalbeeld kregen. Wij kregen steeds het beeld, de planning loopt wel en de kosten loopt wel. En mijn beeld was, de planning wordt overschreden, de kosten lopen uit de pan. En dat werd een beetje zo weggeschreven, om het zo maar te zeggen. En ik wilde gewoon die controlefunctie op een groot project hebben, op meerdere departementen. Dus met een vragenlijst op pad, ja, dan kun je wel weer moties indienen. Maar ik dacht, ik moet een ander instrument, en dat is zeg maar... of aanvullende vragen doen, maar dan was het van één politieke partij, het CDA. En ik wilde het politiek neutraal doen, het ging mij om de zaak. En dat betekent dat ik een breed onderzoek wilde hebben. En dan ben ik geadviseerd ook door de mensen van Rijksuitgaven. Die zeiden, ja, dan zou je toch wellicht een algemeen rekenkameronderzoek... Ja, nou, daar komen we zo nog op. Okay. Daar komen we zo nog op. Ja. We zijn nog even bij met wie u allemaal te maken had. Ja. Bewindspersonen, had u daar ook mee te maken? Sprak u daarmee over dit onderwerp? Wel mee te maken, maar alleen zo in deze tafel. Ja, ja, dus niet daar, niet achterlangs, zou ik maar zeggen. Nee, oké. Waarom niet eigenlijk? Gebeurt toch regelmatig? Ja, dat gebeurt op andere dossiers wel, maar op dit dossier kennelijk niet. En waarom deed u dat niet? Omdat ik zeg maar, het was een overgang van de ene bewindspersoon naar de andere. Want het was tot, even uit mijn hoofd, 2002 was het kabinet waar staatssecretaris Gijs de Vries verantwoordelijk was. En vervolgens was het een dossier wat volgens mij bij staatssecretaris Hessing in het pakket kwam. Ik had wel met de bewindslieden contact. Ja, even maar uit te leggen, dat was toen Hessing was staatssecretaris namens de LPF. Ja. Toen de LPF in het kabinet Balken en de 1 deelnam. Klopt. In beide kabinetten, ook het kabinet dat daarvoor zat, het kabinet Kok 2, zat het CDA. Nee, want het was paars. Zoals ik dat dan in termen noem. Dus Kok 2 was paars. Het dossier is begonnen in paars in 94, 96. En Kok 2, daar zat CDA niet in. Oké, dus kan dat de reden zijn, kan dat de reden zijn geweest omdat het CDA niet in dat kabinet zat? Dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Dat u niet via de partijkanalen contact zocht? Dus die formelere weg ging bewandelen langs de Griffie richting Rekenkamer? Nee, dat was niet de reden, omdat ik op andere dossiers met bijvoorbeeld minister Peper over politiezaken, los van het feit dat het CDA niet in het kabinet zat, contact had. Er was gewoon een kennismaking en er waren afspraken wanneer je zeg maar, vragen kon stellen aan een minister of aan een DG. Het zij via de nette route, het zij bilateraal. Maar dit dossier heb ik vanaf 1999 gevolgd via die halfjaarrapportages. En ook in de debatten had ik het idee dat er met de minister, of in dit geval de staatssecretaris, was wel een gesprek te voeren, maar er zaten een hele groep achter. Als ik al die adviezen van die adviesbureaus zag, het ITO was voor mij een ongrijpbare club, hè, want soms heb je wel eens een zelfstandige bestuursorgaan of een organisatie waar je wat vragen aan kan stellen. En ik had het idee ook dat niet op basis van feiten in die gesprekken alle informatie naar boven kwam. Oké, we maken nog even het lijstje af, dank u zeer. Sprak u ook met leveranciers bijvoorbeeld? Nee, ik heb me niet met de markt willen bemoeien. Oké, en de vakbonden, politievakbonden, heeft u daarmee contact gehad? Ja, ook. Journalisten? Ook. En uw eigen achterban? Zeker. Ja, en uw potentiële achterban, alle mensen in het land? Want in 2002 werden we inderdaad de grootste partij. Nou ja. Maar dat was niet vanwege het drama C2000, moet ik zeggen. Aardig inkijkje in, en dat is dan nog maar één onderwerp. U deed er vast nog wel een paar, maar goed, hoe gaat het nou niet om? Maar om het leven van een Kamerlid eens even in beeld te hebben. Toen u aantrad, heeft u toen veel moeite moeten doen om dit onderwerp in uw portefeuille te krijgen? Nee hoor. Integendeel, haast? Of? Nee, het was wat ik zei met Wim van der Kamp die op justitie zat en ik op Binnenlandse Zaken. Was het heel gewoon dat ik veiligheid deed, dus de politie, alles wat met politie te maken had. En ook dit dossier wat toen nog bij Binnenlandse Zaken zat. Het was wel een groot project, maar het zat onder BZK en viel vanzelf aan mij toe. Ik wist toen ik het dossier kreeg van tevoren niet wat er daarna zou gebeuren. Oké, nou dat weten wij inmiddels allemaal wel. U ook, daar gaan we het over hebben.
Maar u had natuurlijk ook te maken met woordvoerders van andere fracties op dit dossier, C2000. Hoe was uw relatie met hen? Goed. Ik herinner me met mevrouw Wagenaar en Scheltema Denis. En Philip Brood, volgens mij, was toen ook woordvoerder. En daar was het contact goed mee op dit dossier. En wat betekent dat goed? Goed wil zeggen dat er ontvankelijkheid was voor de vragen die we eigenlijk gezamenlijk hadden, maar die ik in ieder geval scherp durfde te stellen. Kan je zeggen dat een soort collectief gevoel in de commissie heerste? Eigenlijk wel, ook wel een ongemak. En dat blijkt ook wel toen we in 1999 volgens mij breed ondersteunde moties indienden. Ik dacht dat de motie voor Wagenaar door ons vieren was ingediend. En mijn motie over de uitrol van pak nou ook de grensgebieden aan, omdat de communicatie in Nederland wel goed kan zijn, maar daar misschien niet, was dacht ik door 3 ondertekend. Ja. Nou, de staatssecretarissen waar u mee te maken hebt gehad, Gijs de Vries en Rob Hessing, daar hebben we het al even over gehad. Daar had u eigenlijk niet zo'n directe relatie bij, behalve in dit soort gesprekken. Nee, omdat ik meer met de minister te maken had als het gaat om mijn dossiers. Ja. Dus al met name politiezaken. Ja. En hoe zou u uw verhouding met de media van destijds beschrijven? In algemene zin of op dit dossier? Nou, op dit dossier. Ja, mag ook in algemene zin. U mag het zelf invullen. Nee, nou, ik heb zelf bij dit dossier, ook maar bij andere dossiers, gemerkt dat de media het ook interessant vinden. Die vinden een groot project interessant. En die vinden het ook interessant als er een motie komt die eigenlijk afdwingt dat er feiten op tafel komen die in iedere half jaar rapportage steeds ontbreken. Ja, maar moest u ze zelf opzoeken of kwamen ze naar u toe? Ik bedoel, vonden ze het uit zichzelf interessant, dit onderwerp? Of? Eigenlijk herinner ik me toen de voorbereiding van het Algemeen Rekenkameronderzoek begon en dat ook zeg maar vorm kreeg, toen vonden ze het steeds interessanter. Ja, ja. Want en in de praktijk in de regio bij mijn werkbezoek, want er was ook altijd contact, niet altijd, maar soms ook contact met de regionale media, was het wel een punt wat ook in de regionale media aandacht kreeg. Van komt het wel goed met die communicatie? Ja. Nou, in het vorige gesprek kwam nog aan de orde dat ICT in zijn algemeen het niet zo als een sexy onderwerp gezien wordt. Maar heeft u het een beetje meer sexy gemaakt? Nou, ik denk dat meer het begrip een algemeen rekenkameronderzoek, dat een lading geeft, want dat is ook het punt waar ik op aanhaak, naar de media. Daarvoor merkte je eigenlijk niet zo heel veel spanning rondom dit dossier. Nee. Oké. Okay. En na de verkiezing van 2002 werd u lid van het fractiebestuur en ook van het presidium. Ja. Had dat nog gevolgen voor uw status als Kamerlid? Dat moeten vooral anderen beoordelen, maar ik denk dat je daarmee wat meer status krijgt. Ja. Ja, en in hoeverre veranderde dat de rol die bijvoorbeeld uw collega's of media ten opzichte van u kozen? Nou, dat heb ik op dit dossier niet gemerkt. Ik merk dat wel op andere dossiers en bij andere punten, omdat je als fractiesecretaris soms stemming en dat soort zaken gaat toch wel een centrale rol vervullen en je zat in het presidium. Maar op dit dossier was er een route uitgezet die tot opheldering moest komen en dat wilde ik wel gewoon voortzetten. Ja, oké. Okay. Nou willen wij ook graag natuurlijk inzicht krijgen in de achtergronden van het verzoek aan de Rekenkamer om het project C2000 door te lichten. En waarom was het in uw ogen nodig om aan de Algemene Rekenkamer zo'n onderzoek te vragen? Welke problemen speelde er? Ja. Dan wil ik eigenlijk even twee werelden bij elkaar proberen te brengen. Dat is de wereld van de regio en de werkbezoeken, noem ik het. En de wereld van Den Haag en de Tweede Kamer. Tijdens die werkbezoeken die ik heb geïntensiveerd, ook in 2002, met name met de diensten die ik noemde, met name bij de politie, bleek dat er gewoon iedere keer zorg was over niet alleen financiën, maar ook over de planning. Dat waren eigenlijk de twee thema's die iedere keer naar voren kwamen. En als ik doorvroeg, merkte ik dat het overleg of het contact of de communicatie, of hoe je dat noemt, tussen Binnenlandse Zaken, dus Den Haag zei men, en de regionale diensten, dat die op zijn zacht gezegd onvoldoende was. Dat was een beleving. Tweede, als ik de begroting vanuit de Kamer van Binnenlandse Zaken pakte en ik probeerde daar doorheen te kijken van wat betekent dat nou regionaal, dan kwam ik tot de conclusie dat het thema C2000 en de geïntegreerde meldkamersysteem, maar ook ICT-investeringen, regionaal, nog groter waren dan datgene wat hier in de Kamer bedacht werd. Omdat ook via
de normkostenvergoedingssysteem bij de politie, heel veel ICT-kosten, daar werden geraamd. En daar kwam ik bijvoorbeeld op, omdat ik dan keek van het aantal fietsendiefstallen, hoe communiceer je dat nou met 25 korpsen, hoe maak je daar een landelijk overzicht van? En dat kon men niet communiceren, want het fietsendiefstal in Noord-Holland werd anders gerubriceerd dan in Overijssel of in Limburg. Dus ICT-kosten en ICT, het was een groot bedrag, maar ja, niemand wist precies van wat daar zeg maar het effect van was. Dus ik vond het, zeiden het zelf als knellend en ik duid het meer als onvoldoende inzicht in die investeringen. Dan was er twijfel over dekkingsgraden. Niet alleen in de grensgebieden, vandaar ook mijn motie om in de grensgebieden juist aandacht te geven. Het komt straks nog. En het tweede punt was dekking bijvoorbeeld in tunnels. Ja, mij werd verteld, maar ik ben geen techneut, dat men zorg had. Dat, of zeg maar, wanneer je door tunnels gaat, of er dan überhaupt wel verbinding was. En vervolgens heb ik gevraagd, hoe zit de ondersteuning vanuit het landelijke, ja, het was een landelijke stuurgroep, dacht ik. En de beheerskosten, hoe zit dat in elkaar? Kon men mij ook onvoldoende tijdens die werkbezoeken antwoord op geven. En een totaaloverzicht kon ik niet krijgen in het werkveld. Plus de vraag over de kwaliteit en de planning. Toen heb ik dat geprobeerd te verbinden met de begroting in 2002, want bij Prinsjesdag komt de begroting uit. En toen heb ik geprobeerd dat thema te vertalen vanuit die werkbezoeken, hoe dat dan in die begroting zat. Nou, dat betekende al dat je meerdere begrotingen moest raadplegen, want eigenlijk moet een groot project gewoon zelfstandig te beoordelen zijn. Dat vond ik niet terug. En ja, dat betekende eigenlijk bij mij dat ik een paar dingen kon doen. Ik kon bij de begroting gaan vragen stellen en dan eventueel een motie weer opnieuw indienen om te vragen of de boel op orde kon worden gebracht. Ik denk, ja, dat heb ik 2 jaar geleden ook al gedaan. Ik kon wachten op die halfjaarrapportage voor december 2002. Ik denk, ja, dan zitten we weer een half jaar verder. Of ik kon bezig met een wat fundamenteler iets en dat was kijken of je niet een onderzoek kon laten instellen. En ik ben met dat laatste dus verder gegaan. Ja, want we kunnen wel constateren, denk ik, dat de problemen die uiteindelijk, laten we zeggen, die je zo even ook noemde, die waren niet nieuw voor u. Die ontstonden niet pas in uw beeld in 2002. Nee. U had dat beeld al veel langer en u had er verschillende keren eigenlijk bijna dezelfde vragen over gesteld. Klopt, in net wat andere bewoordingen. Ja, dus, en mijn vraag is dan toch nog één keer, want dat beeld dat bleef eigenlijk zich continu afspelen voor uw ogen. Dat veranderde weinig. Wat was nou de concrete aanleiding om dat rekenkameronderzoek te vragen? Omdat was daar een directe aanleiding? Dat is net al even aan de orde gekomen. Ja. De Kamer heeft een aantal instrumenten, schriftelijke vragen. Jawel, stellen. Maar dat was ook in 2000 zo. En in 2001 was het zo. En dat was in 2004 ook nog steeds zo geweest. Dat die instrumenten er waren geweest. Maar op dat moment besloot u het. En niet 2 jaar eerder of 3 jaar later. Dat klopt. Omdat ik vind dat eerst een kabinet de kans moet hebben om moties uit te voeren. Als de Kamer een uitspraak doet om alles op orde te brengen, dan heeft het kabinet er even de tijd voor nodig. Maar hoe lang? Even kijken, hoeveel tijd zat er tussen de motie en even niet paraat, dus, en het onderzoek? Nou, er zat ongeveer 2 jaar tussen. En dat vindt u wel een redelijke termijn? Nee, maar in de tussentijd hadden wij 4 rapportages gehad. Ik heb ze hier voor een deel bij me. Ik heb ze nog even gelezen. Wat staat er dan in? De planning wordt gehaald. We blijven binnen de begroting. De resultaten die komen binnen. Kortom, maakt u zich geen zorgen. Dan hebben we een debat erover. Als dan vanuit kabinetzijde wordt gezegd door de staatssecretaris dat zo is, dan kan de Kamer op dat moment niet anders doen dan dat te accepteren. Okay. Maar als ze dan vervolgens eind 2001 en begin 2002 heb ik heel veel werkbezoeken. Volgens mij was ook een tijd van verkiezingen. Dan kom je heel veel ook in het veld. Daarna ben ik daarmee doorgegaan. Als dan opnieuw in de zomerperiode bevestigd wordt dat men zorgen blijft houden, de planning niet gehaald wordt, et cetera. Ja, dan ben ik van het Kamerlidsoort, ga ik niet meer met moties of met vragen, dan moet er een ander instrument komen. Okay. En dat was dus dat moment de Algemene Rekenkamer. Ja. Maar er waren steeds AO's, Algemene Overleg. Ja. Dus eigenlijk een debat met de politiek verantwoordelijken in zaaltjes zoals deze. En daar heeft u regelmatig, we hebben dat allemaal nagelezen en uitgezocht, vragen gesteld, dat is precies zoals u beschrijft. Maar dat duurt dan dus bij elkaar 3 jaar voordat u wat doet. U heeft uitgelegd, ik vind dat het kabinet de ruimte moet hebben. Vraag 1, is het niet een beetje lang, 3 jaar? 1999 was dat eerste algemeen overleg. 2002 vraagt u dat rapport aan. Is het niet een beetje lang? Ja, het is, als je naar de feiten kijkt, was er op dat moment geen aanleiding als het kabinet zegt het blijft binnen de planning, binnen de begroting,
En men heeft wel het tijdstip al in eind jaren 90 veranderd naar 2004. Want u begon terecht C2000. Mijn beeld was ook, dat moet in 2000 klaar zijn. Millennium. Zo is het. Communicatie 2000. Ja, maar dat was al aangepast voordat ik kwam naar 2004. Ja. Dus dat betekent dat ik eigenlijk... En dat was ook niet voor niks. Nee, maar dat betekent eigenlijk dat ik tot januari 2004 als Kamerlid rustig zou moeten zijn. Ja. En ik ben medio 2002 in actie gekomen, het tweede deel 2002, dus anderhalf jaar voordat het klaar was, omdat ik het idee had... Ja, maar je kan het ook andersom benaderen en zeggen, drie jaar nadat u de eerste dingen er al over gevraagd had. Ja, maar ik benader het anders, want als het kabinet zegt in 2004 moet het klaar zijn, dan vind ik dat je normaliter, als in al die stukken staat binnen de planning, binnen de begroting, dat je dan tot eigenlijk januari 2004 zou stil kunnen blijven zitten. We komen er straks nog op in hoeverre dat eigenlijk juist was dat het kabinet dat schreef. Maar u stelde in ieder geval vast, aan de hand van uw werkbezoeken en met gesprekken van mensen in het veld, dat wat geschreven werd door het kabinet, het gaat goed, hè, eigenlijk, samengevat. U hoorde iets anders en zei toen, dan moet de Rekenkamer het maar gaan onderzoeken. Ja, daar heb ik ongeveer een half jaar de tijd voor genomen met alle werkbezoeken. Nou, u weet hoeveel regiokorps er zijn. En ik wou ook wel gedegen feitenmateriaal hebben, nou, naast het Kamerwerken, om zeg maar uiteindelijk ook te zeggen, want het is een zwaar instrument, om een Rekenkameronderzoek te starten. Collega van mij. Ja, dat verzoek dat kwam voor het eerst in een, procedurevergadering aan de orde. Hoe reageerden uw collega's daarop, bij die vergadering, maar ook daarbuiten? Eigenlijk heb ik in de voorbereiding al wat contacten gehad met de woordvoerders. Want in mijn zoektocht, hoe pak je dit nou aan, heb ik het advies gekregen van zeg maar de beleidsmedewerkers bij onszelf. Probeer, dat was eigenlijk de afweging, niet weer met een motie hier te komen met de begroting, maar gaat het op andere manieren. Toen ben ik gaan wandelen in dit gebouw. Ben ik naar mensen gegaan die daar verstand van hebben. Van hoe pak je dat aan? Toen heb ik de vragen vrij neutraal proberen te formuleren. En voordat het formele traject start, heb ik met een aantal woordvoerders contact gehad. Van dit ben ik van plan. En hoe reageerden die? En die reageerden vanuit de inhoud is van nou moet het. En uiteindelijk zeiden ze ja, eigenlijk is het wel heel consistent wat je doet. Want en dat betekent in de procedurevergadering, want dat was uw vraag, kreeg ik daardoor steun. En daarmee was het niet zeg maar een politieke stellingname, maar was het een vraag van de hele Kamer. Ja, dus binnen en buiten de vergadering zeg maar. Binnen en buiten de vergadering, beeld, geen ander. Nee, en ik moet daarbij zeggen dat de steun van de deskundigen die ook zowel bij de Griffie als bij de Commissie voor de Rijksuitgaven zitten of daaromheen zitten, dat heeft wel geholpen om de goede vraagstelling te doen. Want ik wist ook dat als je zoiets zou vragen volgens een bepaald artikel, dat dan ook de commissie Rijksuitgaven daar weer een advies over moest geven. Zoals precies. Het geloof ik. En hoe ging dat? Want u liep ook tegen hindernissen op. En die zaten ook daar, dacht ik. Of zie ik dat verkeerd? Het ging niet vanzelf om zeg maar de goede vragen geformuleerd te krijgen, om uiteindelijk dan tot zeg maar het verzoek te komen in de procedurevergadering. Ik kan me dat niet heel scherp in vooral welk tijdsbeslag er was, maar het was denk ik een paar maanden. Voordat we het klaar. Ik denk dat ik in september gestart ben met september-oktober. En in december uit mijn hoofd dat de procedurevergadering besloot om het verzoek tot een onderzoek in gevolge artikel zoveel in te dienen. Waarbij dan de commissie Rijksuitgaven nog een advies moest geven formeel. Met dat formele advies heb ik niets meer van gemerkt in het traject. Want ik ben daarvoor gaan zitten. Ja. Waarbij ik al wist, dat moet wel heel gek gaan, wil de commissie hier negatief over zijn. Sterker nog. Die schrijft, de informatievoorziening over C2000 acht de commissie, dat is dan dus die de commissie voor de Rijksuitgaven, op onderdelen onvoldoende. Dus dat gaf rugwind. Ja. Oké. Ja, je merkte ook bij, en daar kwam ik eigenlijk ook pas in 2001, 2002 achter, voor een groot project moet je het integraal overzicht hebben van de kosten. Maar tegelijkertijd had het kabinet, zag er niks in. Staatssecretaris Hessing zei tegen u op 2 december 2002 tijdens de wetgevingoverleg, ik ben tegen dat rekenkameronderzoek. Er is al een continue contra-expertise die we laten doen. Dat werd dan door Deloitte en Touche gedaan. En bovendien wilde hij diezelfde Kamer informeren. En niettemin heeft u dus doorgezet. Ja, ik herinner me inderdaad dat opnieuw werd gezegd, de planning halen we, ook al was die tijd geleden wat uitgesteld naar de januari 2004, maar mijn verwachting was dat wordt niet gehaald, dus daar had ik geen vertrouwen in.
Over de kosten werd opnieuw gezegd, nou, pas binnen de projectbegroting. Maar ik heb allerlei begrotingen gezien van regiokorps. Dat kon helemaal niet, want door VWS ging rechtstreeks geld naar beneden. Vanuit binnenlandse naar de ambulance diensten volgens mij, in de meldkamers. Er ging rechtstreeks geld van BZK naar de politiediensten, op ICT en andere zaken. En vervolgens hadden we hier een groot project, wat eerst ruim 400 miljoen was, incidenteel. Maar uiteindelijk geloof ik 600 miljoen betrof. En op de exploitatiekosten, dus de structurele kosten, daar was een bedrag geraamd van iets van 15 volgens mij. En dat ging over de 30 miljoen heen. Even nog los van de exploitatiekosten die men overigens had, hè, in de regio. Ja, dus, maar u heeft uitgelegd wat voor u de aanleidingen waren. Ja, want er was de vraag, er kwam weer een antwoord, maar ik nam daar geen genoegen mee. Ja, een keer over uw congresbezoek op 6 november 2002, u herinnert zich... De heer Heerschap, die zei daar het een en ander, de politiecommissaris, die daar zijn gram spuide. Ja. En de volgende dag stond in verschillende media dat er iets moest gaan gebeuren. En ik wil toch nog één keer aan u vragen wat nou de relatie is met dit, met uw uiteindelijke verzoek. Nou, het versterkt elkaar. Kijk, wanneer een Kamerlid, in dit geval ikzelf, tijdens de werkbezoeken informatie ophaalt... En voor mij kwam het prima uit dat op 6 november dat congres was. Want dat betekende dat het thema niet alleen hier in Den Haag speelt. Het thema speelt ook niet in de individuele politiediensten of ambulancediensten of regio's. Maar het komt ook samengebald bij elkaar bij deskundigen. En dan helpt het op zo'n moment, want daar is media aandacht voor, dat wanneer dan iemand die portefeuille heeft een stelling betrekt, die eigenlijk ondersteunt datgene wat je als Kamerlid in gang hebt gezet, dan helpt het ook om gewoon de onderste steen boven te krijgen. Was het een klassiek 1-2'tje? Ik noem het een 1-3'tje, maar wel klassiek. Een klassiek 1-3'tje en dat bestond uit... Nou ja, de regio met alle mensen die naar de diensten en de werkbezoeken die je hebt gedaan, een Kamerlid en een portefeuille houden tijdens een congres waar media aandacht voor was, dus de media. Ik maak even een grote stap en straks komen we weer terug in de tijd, maar het past hier goed bij. Dat rapport van de Rekenkamer, dat komt er dus uiteindelijk en dat is snoeihard. Kunt u daar nog iets over vertellen? Weet u dat uit eigen wetenschap nog of... Nou, vindt u het prettig als ik er stukjes van voorlees? Nee, dat is misschien goed, want in mei 2003 ben ik gevraagd om bestuurder te worden in het mooie groene Overijssel. En dat heb ik gedaan. En laat nou dat rekenkamer... U gaat vast straks nog een website noemen, maar gaat u verder. Ja. En volgens mij kwam het rekenkamerrapport in juni uit, maar ik heb de samenvatting gelezen, want ik was wel geïnteresseerd. En ik herinner me, het was eigenlijk een soort feest van herkenning, ja, in negatieve zin. Ik schrok van de scherpte van de conclusies daar, waar wij eigenlijk de laatste 2 jaar ontzettend scherp op hebben gevraagd vanuit de Kamer. En de Rekenkamer, die punten nog een aantal dingen behoorlijk aan. Ik hou het alleen bij de absolute hoofdlijnen, zowel even met de tijd als dat het ook niet te technisch wordt. Maar in ieder geval, die Rekenkamer stelt vast dat de oorspronkelijke projectbegroting van C2000 niet onderbouwd was met kwalitatief voldoende ramingsgegevens. In gewoon Nederlands, het rammelde toen het de eerste keer naar de Kamer werd gestuurd in 1996 door toenmalig minister Dijkstal. Later is de raming in het eindrapport van 2001 kunstmatig binnen de financiële perken gehouden. Dat was dus de verantwoordelijkheid van staatssecretaris De Vries. En daar zat u bij, toen zat u nog in de Kamer. Dus toen was u verkeerd geïnformeerd. Kijk, het eerste, daar was u niet bij in 96. Ik vraag u toch uw oordeel daarover. Met de kennis van nu en wetend wat de Rekenkamer daarover schreef. Wat vond u daarvan? Wat vindt u daarvan? Dat in 96 de Kamer op het verkeerde been is gezet. Dat vind ik heel kwalijk. Dus ik noem het ook de controlerende functie van het parlement. Van de Kamer kon men niet doen, omdat men en onvoldoende en onvolledige feiten kreeg. En dan in 2001, dan zit u in de Kamer. Ja. En dan blijkt dus dat de raming kunstmatig binnen de financiële perken zijn gehouden. Nou, ik vind het ernstig, want kijk, de tijd kun je nog een keer een paar maanden uitgaan, want dat doet wel pijn, maar in de tijd pijn. Dit heeft te maken met wat ik noem de begroting, de Haagse werkelijkheid van de begroting van BZK.
Dan heb ik het nog niet eens over VWS en andere. En de lijnen die daarnaast lopen naar al die diensten. Ik denk dat dat bedoeld wordt. Wij kregen alleen een totaalbeeld van, nou, dit was het planning van het totale project. Maar ik wist in de regio, zag je gewoon andere kosten die daarmee verwant houden. En dat betekent dus dat wij als Kamer in 2001 onvolledig, maar ook onjuist zijn geïnformeerd, omdat wij alle kosten wilden hebben, in beeld willen hebben. En we hebben een plan gevraagd via de motie Wagenaar om dat ook nog in beeld te brengen. Letterlijk niet alleen de financiële gevolgen, maar ook de organisatorische en de technische gang van zaken, maar ook de verantwoordelijkheden van de mede-overheden. Bijvoorbeeld, wat kost het nou allemaal de gemeente als het gaat om C2000? Maar door de jaren heen heeft de Tweede Kamer geen duidelijk beeld kunnen krijgen, zo schrijft de Rekenkamer, van de financiële, inhoudelijke en planningstechnische aspecten van het C2000-project. In ieder geval in mijn tijd niet. Maar tegelijkertijd kun je zeggen, u stond erbij en u keek ernaar. Want u had het gevoel, er is iets mis. Maar echt hele grote actie ondernam u ook niet, anders dan op enig moment de Rekenkamer inschakelen. Ja, maar zeg maar in de periode dat was tot tot 2002, toen het CDA niet in het kabinet zat, had ik altijd te doen met de Kamermeerderheid die ik nodig had om zaken af te dwingen. Nou, dat hebben we met een motie gedaan. Ja, dat was in de periode van Kok 2. Dat was het maximaal haalbare op dat moment. En vervolgens heb ik in 2001 en 2 geen genoegen genomen met de toezeggingen op papier dat het tot 2004 allemaal goed zat. En heb ik actie ondernomen en een rekenkamerrapport ingezet. En dat betekent in 2-3 maanden tijd. Ja, ik weet niet hoe lang het normaal doet, want die ervaring heeft u misschien, maar ik heb die niet. Maar voor Haagse begrippen is 2-3 maanden tijd van een waarneming in het veld tot een onderzoek komen, is volgens mij redelijk snel. Nee, maar dat is op zich helemaal niet langzaam. Maar waar het om gaat is dat u vanaf 1999 tot 2002 weliswaar niet goed geïnformeerd werd, maar verder ook geen actie ondernam. Nee, maar het lastige is als... Ik ben iemand die op basis van feiten, niet van emoties, wil besturen en ook Kamerlid wil zijn. En eind 2001 en in 2002 heb ik zoveel werkbezoeken gehad waaruit bleek dat ook bij het operationaliseren van een aantal zaken, want de uitrol stond voor de deur en dat soort zaken, ik zoveel zaken nam die niet goed kwamen. Dus heb ik gezegd, ik ga niet, zoals we de afgelopen 2 jaar gedaan hebben met moties of andere dingen verder, er moet nu gewoon de onderste steen boven komen. Ik vraag u op nog één punt uw commentaar. Uit de feiten die de Rekenkamer toen meldde. Op een gegeven moment informeert de staatssecretaris, dat is in dit geval Gijs de Vries, op 24 februari 2003 de Tweede Kamer over de voortgang van het project. En daarin is de dreigende vertraging niet opgenomen. En daarmee, zo schrijft de Rekenkamer, is die informatie aan de Kamer niet volledig. Dat was 24 februari 2003. Maar op 24 januari in 2003, datzelfde jaar, werd wel aan de kabinetsinformateur gemeld dat het project dreigde te worden vertraagd. Ja. Dus de informateur die bezig was om te kijken hoe het nieuwe kabinet eruit moest zien, die werd wel geïnformeerd. En de Tweede Kamer een maand later zelfs niet. Hoe kijkt u daarop terug? Dat is kwalijk en ook ernstig. Want dat betekent dat de Kamer opnieuw informatie is onthouden om de controlerende functie hier te vervullen. Dus is het goed geweest dat daarvoor dat rekenkameronderzoek is gekomen. En ja, helaas blijkt ook, in die samenvatting stond dat in juni 2003, dat dit de feiten zijn. Wij gaan even... Sorry, de heer Ulebelt. Het is al genoemd dat de staatssecretaris Hessing toen tegen het rekenkameronderzoek was. Dat heeft hij ook aan de Kamer laten weten. En hij gebruikte daar onder meer als argument... Maar de Kamer die heeft ook de rapporten gekregen van de externe controleurs. PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Touche. Wat stond er in die rapporten? Die dekte dus kennelijk de minister, want anders hadden die u wel gewaarschuwd. Ja, maar daar had ik het volgende gevoel bij. Ik heb gekeken welke adviseurs er al die jaren betrokken waren bij dit project. En als die adviseurs dan een positief advies geven, een ondersteunend advies aan het kabinet, dan heb ik zoiets, slager, u keurt uw eigen vlees. Dus ik was minder gevoelig voor die adviezen die alleen samenvatten bij. Ik heb er ook niet zeg maar op doorgevraagd, omdat de praktijk een andere was. Maar dat heeft, daar heeft u verder nooit iets mee gedaan. Nou, dat was Want het is nogal wat als u zegt, het was de slager die zijn eigen vlees keurde. Maar dat zegt u omdat het kabinet opdrachtgever was voor deze beide adviesbureaus.
Nou, deze adviesbureaus die waren niet van buiten even ingevlogen om te beoordelen hoe het zat uit mijn wetenschap, maar die waren al betrokken bij dit project in één of ander verband. En dat betekent dat je dan in het traject zit. Als je dan een advies wil hebben van gebeurt het binnen de kosten en wordt de planning gehaald, dan wil ik graag een ander adviesbureau hebben die niet betrokken is als slager bij dat vlees. En daarom heb ik daar niet op doorgevraagd, maar dat was voor mij wel reden om het rekenkameronderzoek wel door te zetten. Omdat ik, dat was meer een gevoel, dat ik wel eens een objectivering wilde hebben van de feiten. Maar hoe kwalificeert het dan dat onafhankelijke bureaus, zo noemen ze zichzelf, zo presenteren ze zich, zijn zij dan medeplichtig aan het achterhouden van informatie aan de Tweede Kamer, moet ik het zo zien? Nou, het zijn onafhankelijke bureaus, maar in dit project waren ze gekleurd. Wilt de heer Unebel daar niet over doorvragen? Ja. Voor mij is het dan wel duidelijk, maar misschien kunt u dat nog wat nader toelichten. Ja. Waar bestaat die kleuring dan uit? Hebben ze dingen opgeschreven, bijvoorbeeld waarvan later absoluut duidelijk was uit het rekenkameronderzoek dat het niet klopte? Ik heb daar het rekenkameronderzoek niet helemaal op doorgekeken, maar uw vraag van waarom ik toch doorgezet heb, terwijl de staatssecretaris Hessing zei, dit is het standpunt van het kabinet wat hij verdedigde en dat ook gevalideerd of ondersteund door een aantal adviesbureaus, u noemde ze. Die adviesbureaus die waren niet blanco in dit dossier. En dat betekent, stel voor dat ik op een thema 4 jaar al betrokken ben. Nou, dan betekent het dat je ook belang erbij hebt dat dat gewoon in de planning loopt en in de begroting loopt. Maar u zegt dus eigenlijk, ze waren helemaal niet onafhankelijk. Nou, ik zeg, de slager keurde zijn eigen vlees. Dus u zegt niet, ik zeg, de slager keurde zijn eigen vlees. En daar heb ik geen goed gevoel bij dit onderwerp, waar we, naar mijn idee, niet alle informatie boven kregen. Dus dat was een element waardoor, eigenlijk versterkte dat mijn opstelling, we gaan gewoon door met dat rekenkameronderzoek. Wat de staatssecretaris ook zegt, gesteund door die adviesbureaus. Daar was ik op dat moment even niet ontvankelijk voor. Maar hoe typeert u dan een staatssecretaris die adviesbureaus, die iedereen beschouwt als onafhankelijk, erbij haalt om een waarheid te verdoezelen, zoals later door de rekenkamer wordt vastgesteld? Nou, wat ik ernstig vind, is dat in dezelfde periode er kennelijk vanuit de staatssecretaris, maar ook vanuit Binnenlandse Zaken, er informatie gaat naar de kabinetsinformateur die anders is dan de informatie die naar de Tweede Kamer gaat, naar ons. Dat vind ik ernstig. Ja, nog heel even over dat blanco en grote namen van die adviesbureaus. Er dringt zich hier een vergelijking op met het gesprek dat we hebben gevoerd met de heer Leter, hoofd van de juridische interne afdeling van Veiligheid en Justitie. Die zei, ik citeer hem vrijwel letterlijk, meneer Elias, het is helemaal niet zo dat die grote advocatenkantoren die dan met een visie komen onafhankelijk zijn. Die kijken ook naar van wie ze de opdracht krijgen. En in dat verhoor ging het, in dat gesprek ging het erom dat die advocatenbureaus dan zeiden dat het eigenlijk best wel goed kwam met een project. Dat die advocatenbureaus zeiden dat het niet verstandig was om te procederen tegen de leverancier. Terwijl hij had geadviseerd om dat wel te doen. En hier hoor ik toch ook weer, en dat verifieer ik bij u, dat u zegt die bureaus die werden ingehuurd door het departement en die waren niet blanco, die schreven naar een conclusie toe. Zie ik dat goed? Nou, dat heb ik ook ervaren, zeg maar, met technische vragen, waar ik geen verstand van heb als Kamerlid, dat je daar het verhaal kreeg van de mensen die in die kluwen van adviseurs zitten. En die hadden maar één belang. Blijven zeggen, we halen januari 2004 en het blijft binnen de kosten. Dat was een soort repeterende breuk. Ja, maar is het antwoord op mijn vraag daarmee ja? In dit bijzondere geval wel, want ik ken de situatie met leveranciers. Ik bedoel in dit specifieke geval. U zei, hier werd dus uiteindelijk iets opgeschreven dat de status had van onafhankelijke bureaus, hè, logo's erop, namen. Maar eigenlijk waren ze niet blanco en was dus het advies ook niet objectief, want ze zaten er helemaal middenin zelf. Ik had het idee dat het niet objectief was en daarom wilde ik de onderste steen boven via het rekenkamerrapport. Dan gaan we nog even een klein stapje terug. En dat gaat dan om datzelfde project C2000 natuurlijk nog steeds. In 1999 dient u een motie in. Nou, dat weet u nog wel, dus misschien kunt u dat zelf kort toelichten. Wat wilde u daarmee bereiken? Ja,
Een van de eerste werkbezoeken na Overijssel ben ik naar Limburg gegaan, naar het politiedienst daar in het zuiden. En daar heb ik kennis genomen van de samenwerking tussen Limburg en Aken, wat ik me herinner. En dat is ook een Europese samenwerking. En daar werd mij duidelijk dat als je een boef wil pakken die een grens overvliegt of een ramp wil bestrijden die grensoverschrijdend is, dat je met elkaar moet kunnen praten, dus moet kunnen communiceren. Toen ik het beeld van de Amsterdamse uitrol voor me had, dacht ik van dat is mooi. Dat is een beetje een Randstad-omgeving. Het zou juist heel goed zijn om een grensregio, dat mag Limburg zijn, maar mag ook Zeeland zijn of Groningen of Overijssel. En dat betekent dat ik daarom de regering verzocht heb, via een motie, om in euroregionaal verband, grensoverschrijdend, om een proef te doen, om operationeel daar te proeven wat er nodig is voordat de grote uitrol in Amsterdam plaatsvindt. Omdat ik het idee had dat wanneer men in Amsterdam begint met de uitrol, komt men heel laat bij de grens. En dan denkt men, oh verrek, we zijn wat vergeten. En dan moet men helemaal weer terug. Dat was de bedoeling achter die motie. Nou, zei staatssecretaris De Vries, destijds, ik zal zo uitleggen waarom ik hier zo op doorvraag. Die zei, nou, dat is wel sympathiek allemaal, maar niet logisch. Dat plan om de proefregio steeds uit te breiden. Het plan was om de proefregio steeds uit te breiden met de regio daarnaast. Zodat je steeds grotere vlek zou krijgen en niet iets met allerlei gaten ertussen. En uw idee sloeg juist een gat tussen de proefregio en dat wat er dan bij Aken in de buurt zou moeten gebeuren. Dus hij voelde daar niet zoveel voor. En u zette toch door. Ja. Waarom? Omdat tijdens mijn werkbezoeken ik overtuigd was dat de communicatie in de grensregio's een andere vraagstelling had en een andere aanpak nodig had dan in kern Amsterdam. Ja. Maar hoe logisch dat ook lijkt, in ons rapport, of althans in het rapport dat voor ons geschreven is, lijkt dit er nou juist op dat je daarmee door een wens vanuit de Kamer, die logisch lijkt, dat je daarmee het project belast met een uitdijing, met iets ingewikkelds, waardoor het in zichzelf moeilijker gaat functioneren. En daarmee zou dat een mooi voorbeeld zijn van uitdijende projecten op grond van politieke verlangens, wat uiteindelijk heeft de staatssecretaris gedaan wat u wou. Hoe kijkt u daar tegenaan als ik u dat vertel? Dus het onderzoek dat we hebben laten doen stelt vast dat je hier, dat dit zo'n voorbeeldje was, relatief natuurlijk klein in het kader van het geheel, maar dat dit zo'n voorbeeld was van een politieke wens, waardoor het systeem extra wordt belast en het alleen maar ingewikkelder wordt. Ja. Je kunt van binnen, van Amsterdam naar buiten rollen en je komt altijd aan een grensgebied. En mijn stelling was, met de ervaring om kosten ook te beheersen, dat het ook interessant was om vanuit Aken, waar men ook een communicatiesysteem had, wat sowieso moest worden aangetakt op Limburg. En daar was men al heel ver mee met Europees geld. Dus dat kostte, want dat zijn die andere geldbronnen, dat kostte de Nederlandse staat geen geld. Dat moest alleen de status opgezet worden van een proefregio. En dan kon je met euroregionaal geld, kon je in Limburg, in Maastricht en in Aken kon je met elkaar verbinden. En waarom heb ik dat toch voorgesteld? Omdat je daar een kleine proef dan kan nemen, waarbij je kinderziektes die je anders pas helemaal aan het eind tegenkomt, aan de voorkant eruit kan halen. Dus het was niet mijn bedoeling om te verdunnen of om moeilijke dingen erin te stoppen. Maar dat is het probleem helemaal niet. Het punt is dat met alle goede bedoelingen, het is een willekeurig voorbeeld van iets wat wij vaker in ons onderzoek tegenkomen. Het is een willekeurig voorbeeld van een Kamerlid dat iets interessants en aardigs bedenkt, maar waarmee je zo'n project uiteindelijk, als je achteraf terugkijkt, onnodig zwaar belast en er allerlei op dat moment nog oneigenlijke dingen mee doet en aan toevoegt. Ja, maar hoe kijkt u erop terug met die ogen? Ja, dan had op dat moment vanuit het kabinet als reactie op de motie geschreven moeten worden wat de redenen was om het niet te doen. En kennelijk is dat onduidelijk gebleven en ik heb begrepen dat er toch wel wat geprobeerd is. Nou, wees dan ook helder vanuit het kabinet. Een motie is een motie. Die kun je ook naast je neerleggen. Dus wees dan ook helder als kabinet. Zeg dan niet van een Kamerlid heeft iets opgevangen, maar zeg dan als kabinet gewoon om die en die en die redenen kan dat niet. Ja, dat is dus ook precies wat wij ook in ons onderzoek tegenkomen. Dat dat dus dan ook vaker zou moeten gebeuren. Daar bent u dus mee eens. Daar ben ik het mee eens. Uit wat u zegt. Ja. Zeg dan tegen de Kamer, beste Rietkerk, leuk bedacht. Gaat niet werken, gaan we niet doen. Nee, maar het debat hebben we niet gevoerd. En ik denk ook dat men niet op de hoogte was van de kansen vanuit Brussels geld om een euroregionaal project gefinancierd te krijgen in Maastricht en Aken.
Gold dat ook voor het voorstel dat u in 2002 deed om het budget voor C2000 met 20 miljoen te verlagen tijdens de loop van het project? Nou, om dat namelijk in te zetten voor de aanpak van veelplegers. Ja. Hoe kijkt u daar achteraf op terug? Ja, ik had het idee, want het ITO was voor mij een ongrijpbare club, heb ik u al eerder gezegd, dat het ITO veel meer deed dan alleen C2000. ITO, moet u nog even helpen? Ja, dat moet ik ook dat opzoeken. Was het weer. Maar dat is een... ITO staat voor Informatie en Communicatietechnologie, OOV, Openbare Orde en Veiligheid. Okay. Met dank aan de griffier. Ja, precies. Dus. Ik heb geprobeerd de begroting van het ITO te ontleden. En daar zaten zoveel onduidelijke posten in, waardoor ik daar wat druk op heb willen leggen. Dus niet ten koste van C2000, maar meer van het ITO. Waarvan ik dacht, ja, maar in de regio hebben ze via de normkosten krijgen ze geld en via die kant krijgen ze geld. Daar kan best wel 20 miljoen vanaf. Ik weet niet of ik het goed heb gezien, maar dat was de gedachte waarom er 20 miljoen bij het ITO is weggehaald. Maar per saldo ging dat dus weg uit het C2000-project daarmee. Zo slim was het ITO dan weer, om dat dan waarschijnlijk bij C2000 weg te halen. Dat was niet uw idee? Nee, dat stond ook niet in, in het amendement. Dat is dus wat er gaande is. Hè? Maar wanneer werd u dat duidelijk, dat dat gebeurde? Dat het wegging bij C2000? Nou, dat is me pas volgens mij heel laat duidelijk geworden, want ik heb geen stukken gelezen... In mijn Kamerperiode waarin gezegd werd, die 20 miljoen gaat van C2000 af. Als u dat geweten had, wat was er dan gebeurd? Nee, dan had ik gezegd, het ITO heeft nog een aantal posten waar die 20 miljoen wel vandaan dus kan. Het was niet uw idee om het daar weer te halen? Nee, absoluut niet. Ja. Ik snap wel dat dat soms dan gebeurt in de departementale sfeer, om het dan weer op een dossier te zetten wat een beetje lastig is, omdat misschien het Kamerlid wat die motie indient C2000 zo belangrijk vindt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nou ja, het is er wel van afgegaan. Ja, nou dat is kennelijk de staatssecretaris heeft dat laten gebeuren, zeg ik dan. En het Kamerlid ook? Ja, maar dan had de staatssecretaris moeten zeggen, het gaat van C2000 af. Want dat heeft hij niet gecommuniceerd, bij mij weten. Mevrouw Warsels. Is dat wat u ook bedoelde met de tussenzin die u ze net aangaf? Dat was wat ook aan de gang was. Dat er een berekening was vanuit het ministerie, als we het nou van C2000 afhalen, voor een Kamerlid dat daar hard voor heeft. Misschien gaat het dan niet door. Wat bedoelde u met dat tussenzinnetje, wat u zo net uitsprak? Nou, dat is de tegenwerking die je voelt in een debat met niet alleen de bewindspersonen, maar ook de adviseurs. Dat ze het heel vervelend vinden dat een Kamerlid, terwijl er op papier staat tot 2004, loopt het binnen de begroting en binnen de planning, dat je daar dan op doorgaat. Dat vindt men niet fijn. Dat merk je aan non-verbaal en informeel gedrag. En ook aan die 20 miljoen dus kennelijk uit C2000 weghalen. En niet uit een andere post bij het ITO, want dat kon ook natuurlijk. Heer Van Meenen. Nou, een van de bevindingen van onze commissie zou zomaar kunnen zijn dat wij moeten constateren dat de Kamer zich eigenlijk niet of soms veel te laat met de gang van zaken van ICT-projecten bemoeit. Hoe kijkt u tegen die stelling aan? Ik beoordeel het even vanuit de C2000 GMS. Ik denk dat ICT een soort een thema is wat dwars door alle thema's heen loopt. En waar we, omdat het allemaal techniek is, weinig grip op hebben. Ik herinner me nog dat ik in een debat, in een overleg gezegd heb. Ik heb nu op dit moment als Kamerlid geen beeld of we met een DAF rijden. Of met een Fiat, een Mercedes of een Rolls Royce. En ik heb het idee dat we met een Rolls Royce aan het rijden zijn. Met allemaal gouden dingen erop. En volgens mij is dat niet nodig. Dus dat is het beeld. En dus uw vraag, heeft de Kamer daar wat minder zicht of grip op? Nou, het zijn geen sexy onderwerpen, hè, ICT, want het is ongrijpbaar. Maar daar waar de techneuten en de techniek de baas kan zijn over de politieke besluitvorming, wat hier naar mijn idee aan de orde was, moeten we heel waakzaam zijn, in algemene zin. Niet alleen toen, maar ook nu. In 1999 vroeg u aan de minister waarom er niet openbaar was aanbesteed in 1996. Wat dus al lang gebeurd was. Hoe kijkt u daarop terug, op zo'n vraag? Want u zei van, dat hadden we moeten doen. Wat is de relevantie van zo'n opmerking 3 jaar nadat de aanbesteding is afgerond? Dat heeft te maken met het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap en de afspraken die je rondom aanbesteding maakt. En ik had nog niet het hele dossier doorgenomen, want dat was in 1999. Ik had die vraag uit de samenleving geproefd en dan ga ik hem stellen als volksvertegenwoordiger. Dus er zat geen studie achter van mij.
Nee, maar wat wilde u ermee bereiken met die vraag? Die aanbesteding was achter de rug. Ja, dat je later niet een probleem hebt die je eventueel tussentijds nog moet bijstellen. Kijk, de opmerking van een Kamerlid, of de Kamer zit vaak vrij achter in de muziek. Soms moet je vragen stellen op het moment dat het gaat ook om het antwoord op dat moment. En ook al was de aanbesteding achter de rug, een aanbesteding kan ook wel eens fout gaan. En ik had het idee dat de kwalitatieve criteria in dit onderzoek niet goed geformuleerd waren in de opdrachtgeverschap en dat er ook geen goede opdrachtnemerschap was. En dat betekent dat de vraag over de aanbesteding relevant is, want je moet altijd een terugvaloptie hebben. Het kan ook misgaan. En dan zou ik graag willen weten van, is het destijds goed aanbesteed? Ja, maar u wist al dat het niet goed was aanbesteed. U had namelijk al de opvatting in 1999 dat er anders had moeten worden aanbesteed. Nee. Ik heb volgens mij niet de conclusie getrokken dat er verkeerd is aanbesteed. Ik heb vragen gesteld erover. Wat ik me herinner was niet een vooringenomenheid van het is fout gegaan. Wel dat de kwaliteitscriteria niet goed waren beschreven. En dat is wel relevant voor het resultaat. Want als je een aanbesteding doet, is opdracht en resultaat belangrijk. Akkoord. Daar heb ik ook geen feiten van dat u dat al vond. Maar meestal, Kamerleden een beetje kennen, dan heb je toch ook al een opvatting. Nee, want ik was vrij groen in 99. Even los daarvan. U zegt net, we lopen achter de muziek aan. Maar als je 3 jaar nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden gaat vragen waarom hij gegaan is zoals hij gegaan is, dan is mij toch nog niet helemaal helder. Misschien kunt u dat uitleggen, waarom u dan die vraag stelt. Want die aanbesteding die is gebeurd. En dat traject loopt inmiddels al 3 jaar, moeizaam. En dan begint een Kamerlid, in dit geval u, een vraag te stellen over de aanbesteding. In welk licht moeten we dat nou zien? Zou u zo'n vraag weer stellen als u 5 jaar na een aanbesteding, stel dat u daar nu mee te maken had, waarom het destijds zo gegaan? Nee, dan had ik het gedaan, als ik actief was geweest in 96, had ik meteen gevraagd hoe zit het met de aanbesteding, maar met name met de kwaliteitscriteria, de resultaten en het opdrachtgeverschap. Vindt u dan ook dat soort vragen aan het, u was er toen niet, in 96, maar vindt u dat je dat soort vragen echt aan het begin moet stellen en er dan over op moet houden? Je moet ze dan stellen, dan betekent dat er verantwoording moet komen. Maar als uit de voortgang blijkt dat het resultaat niet wordt behaald, dan mag je een vraag stellen, ook in een soort evaluerende zin van, hoe is die aanbesteding eigenlijk toen gegaan? Dat mag. Mag ik een vraag stellen? Als u een brief krijgt op 1 november 2002, toen was u nog Kamerlid, van staatssecretaris Hessing. En die brief die begint met, op dit moment loopt de bouw van de C2000-infrastructuur een 6-tal maanden voor op de oorspronkelijke planning uit 1999. Dan neem ik aan dat u dat prettig vindt om te lezen. Ja, dat was opvallend, omdat tot dan toe gezegd werd de planning wordt gehaald. Toen zat er een keer een schuif naar voren in van een paar maanden sneller. Ja. Maar in diezelfde brief staat een stuk verderop, bijna in een soort hoekje van die brief. Het is een zeer ambitieuze doelstelling om het C2000-systeem per 1 januari 2004 operationeel te hebben in het hele land. Volgens mij is dat een heel alarmerende zin. Bent u dat met mij eens? Als je zo'n brief krijgt, hè? Ja, maar de eerste zin lees je denk ik eerst. En dan vervolgens lees je de tweede zin. Ja. Dus dat relativeert. Als maar met zou het de eerste kunnen zin zijn dat de eerste zin u in slaap heeft gesust? Voor de tweede zin. Nou, wel meer comfort heeft gegeven. Ik heb zeg maar vooral gekeken of het binnen de planning blijft. Als het sneller gaat, dat is een overbodige mededeling, want dat is mooi. Maar het ging er ons om dat het januari 2004 afgerond zou zijn. Maar als er in een brief van een staatssecretaris aan de Kamer staat, het is een zeer ambitieuze doelstelling om het systeem per 1 januari 2004 operationeel te hebben in het hele land. En die brief is van 1 november 2002... dan weten u en ik toch allebei dat daar eigenlijk staat dat dat eigenlijk Haags beleidsproza is voor vergeet het maar dat dat gaat lukken. Dat staat er niet. Dat staat er wel. Nee, er staat dat hij ambitie heeft. En dat was ook een ambitie, want het is een heel complex project. En er staat gewoon dat hij ambitie heeft om het operationeel te krijgen. Het is een zeer ambitieuze doelstelling om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar ik hou wel van ambities. En dat maar is dan dit project gaan er toch bellen in, geloof niet? Op dat moment niet, omdat steeds ook daarna werd gezegd, we blijven binnen de planning. En het is een ambitieuze doelstelling die bijgesteld is, maar het is een ambitieus project, omdat het ingewikkeld maar is. Wij stellen in ieder geval vast dat u wel degelijk actief bent geweest. Het gaat ook helemaal niet om te zitten zwarte pieten, maar het is wel opvallend dat in die brief, en we weten hoe ambtenaren dat soort brieven schrijven,
die dan vervolgens de politicus ondertekent. De staatssecretaris ondertekent. In die brief staat volgens mij heel duidelijk, nou, moeilijk. Dat wordt kielen kielen, CQ, dat gaan we niet redden. Op die brief heeft u geen enkele actie ondernomen. Nee, dat klopt. Maar wel in 2002, toen u in de media zei, begin toch met iets bruikbaars, iets dat je later kunt uitbouwen. Dat ging hierover. Hè. Op dat moment was de uitrol van het project C2000 natuurlijk in volle gang. Wat was daar de relevantie van die opmerking? Dat had te maken met wat ik net probeerde aan te geven van wat voor soort auto rijden we? En dat was mijn stelling, in een goede Fiat kun je ook rijden en probeer daar gewoon mee te beginnen. Omdat, nou wat net gezegd werd, het zeer ambitieus was om in januari 2004 klaar te zijn. Dan heb ik liever dat er een goed operationeel programma is wat je later uitbouwt, dan dat je in een Rolls-Royce wil rijden en dat je aan het eind tot de conclusie komt, het is veel duurder geworden, we hebben de planning niet gehaald en de kwaliteitscriteria zijn ook niet gehaald. Maar is dat dan niet eigenlijk in tegenspraak met juist uw verzoek om er nog wat aan toe te voegen, die grensregio? Hè? Want dan begin je met iets bruikbaars en dat bouw je uit. U zegt het bijna letterlijk en toch gaat u dan een toevoeging doen. Ja, ik heb net proberen aan te geven dat in Maastricht in de Kamer daar mij volstrekt helder was dat men met AAK al een heel communicatiesysteem had en dat men met Brusselse gelden daar een kwaliteitsimpuls op kon geven. Dus daar was men al mee bezig. En dan moesten zij wachten of dat de uitrol zeg maar, daarop aangehaakt kon zijn. En mijn opmerking was, probeer daar dat bruikbare... Dat heeft u gezegd. Ja, okay. Maar goed, in Duitsland was men op dat moment nog helemaal, hè, misschien in Aken wel, maar in Duitsland was men nog echt doende om te bekijken hoe men ook zo'n landelijk systeem zou willen inrichten. In België was het er al wel. Dat is dan toch risicovol dat die twee dingen dan misschien los van elkaar wel iets doen, maar helemaal niet op elkaar aansluiten. Dus je daar op twee plekken iets gaat ontwikkelen. Ja, want de uitrol begon in Amsterdam en dan zou het heel langzaam verder gaan. Ja. De goede dingen die in Amsterdam zijn bedacht, of het nou Zeeuws-Vlaanderen was, pak dat er maar even bij vanwege België of Maastricht. Dan kun je toch de zaak die daar gebouwd is, die kun je dan toch ook daar al aanklikken aan het buitenland. En dan kun je toch kijken of je daar nog tegen andere problemen aanloopt of dat het gewoon werkt. Ja. En als het werkt, dat zou mooi zijn, nou, dan kun je gewoon die uitrol gaan doen. Ja, als niet weer. Kijk, waarom wij hier zo sterk op ingaan, is omdat wij natuurlijk het gevoel hebben, dat of in ieder geval willen weten of er interventies vanuit de Kamer plaatsvinden. En we kijken ook heel kritisch naar de rol van de Kamer in het falen van ICT-projecten, dat er interventies plaatsvinden. Die wellicht leiden juist tot extra kosten, tot extra vertraging. Want de motie, dat weten we allemaal, is in de Kamer zomaar aangenomen. Zeker als er niet door het kabinet gewaarschuwd wordt voor de eventuele gevolgen daarvan. Dat is de reden dat ik het u vraag. Ja. En ik vraag u er meer op terug te kijken van hoe u achteraf dat nou ziet. Als u dat nu van een Kamerlid zou zien, dat die in een lopend project gaat ingrijpen. Inderdaad, met de beste bedoelingen. Hoe ziet u? Als zeg maar de bedoelingen ondergeschikt zijn aan onmogelijkheden of vertragingen of ingewikkeldheden, nou, dan moet dat gezegd worden. En de motie kan het kabinet heel gemotiveerd naast zich neerleggen. Okay, dat is al vaker gebeurd. Maar dus daar, het is niet zeg maar zo dat we hier met een hele serie moties zijn gekomen in 1999 om van alles bij elkaar te leggen omdat het ingewikkeld was. Het waren er volgens mij met twee. Ja, ik wil nog wel even benadrukken, want ik was net heel kritisch in mijn vraagstelling over dat zinnetje dat dan alle alarmbellen zou moeten hebben doen rinkelen. Maar het is inderdaad wel waar dat u tijdens datzelfde wetgevingsoverleg al heeft aangekondigd dat u om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer zal vragen. Maar mijn vraag ging specifiek over of u niet schrok van de timing. Maar goed, dat heb ik dan nu in ieder geval genuanceerd. Wij komen aan het eind van ons gesprek. Ik heb zelf nog twee vragen. Iemand anders van de commissie? Als er een nieuw kabinet komt, maar dan bent u al weg, dan krijgt minister Remkes de rechtstreekse zeggenschap over het project C2000. Eerder had zijn staatssecretaris Hessing dat natuurlijk. Niettemin, hoe beoordeelt u het optreden van minister Remkes in de periode die bij u de eindfase is, terwijl zijn staatssecretaris Hessing verantwoordelijk is voor het project C2000 ter zake? Mijn beeld was dat minister Remkes met andere dossiers bezig was. En niet met dit dossier. En ik heb hem ook in dat verband, want ik
Ik heb hem dus wel op het politiedossier contact met hem gehad, ook debatten met hem gehad. Maar op dit dossier herinner ik me niet zeg maar, een intensieve betrokkenheid in de Kamer en in het netwerk. Nee. Nu ken ik Remkes als een benaderbare man, ook in de Kamer neem ik aan. Dus ik kan me zo voorstellen dat u een keer in de wandelgang gezegd zou kunnen hebben tegen hem. Zeg Johan, ik neem aan dat u tutoieert. Zeg Johan, dat C2000 dat loopt niet lekker. Hoe zit dat? Heeft u dat wel eens gedaan? Ja, ik kan. Het zou kunnen gebeuren, want met hem heb ik dat contact, ook over toen die staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Ik herinner me dat niet zo. Mevrouw Baarsot. U zegt ook dat hij niet actief was in het netwerk, de heer Remkes. Welk netwerk bedoelt u dan? Nou, op dit dossier. Gewoon alle mensen. Dus niet zo, politie, hij was heel duidelijk bij met politiezaken en dat soort zaken. En CEO's er volgens mij allemaal bezig. Maar echt zeg maar dat C2000 netwerk. Ja, en de partijen die daarbij waren, daar kwam ik hem niet tegen. Er waren ook veel mensen die met van het ITO en met de techniek bezig waren. En die bureaus, denk ik, die al het werk deden. Tot slot, uit ons onderzoek is gebleken dat wij grofweg zijn uitgekomen als kosten voor het C2000-project op 765 miljoen euro. Dat zo'n 30% boven de oorspronkelijke bedoelingen lag. En dat het onderhoud, beheer en dat soort dingen meer per jaar op 86 miljoen uitkomt per jaar. En dat 100% hoger is dan wat geraamd was. Misschien een open deur, maar ik vraag u toch, wat vindt u als u deze getallen hoort? Nou, een confrontatie met die grote overschrijding waarvan wij bang waren. Maar deze grote overschrijdingen, zowel investering als exploitatie, waren ons toen niet duidelijk. Het was wel duidelijk dat het uit de pas liep. Maar dit is heftig. Zijn daar ook alle kosten die direct vanuit Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid naar de diensten zijn gegaan rondom ICT bij betrokken? Want anders is het waarschijnlijk nog een hoger bedrag. Heb ik niet paraat. Nee. Die vraag zullen wij meenemen. Maar goed, ik vind bij het eindrapport. Ja. Dit zijn onze voorlopige conclusies. En wij worden daar niet vrolijk van. Ik ook niet. Is er nog iets dat u ons wilt meegeven? Waarvan u zegt, het is niet aan de orde geweest en dat moet je echt meenemen of gehoord hebben? Het inzichtelijk krijgen van de feiten rondom een groot project. Want dit was een groot project, zoals we dat hier in Den Haag noemen. Er zijn er een aantal van, ook nu. Je hebt de ecologische hoofdstructuur, je hebt zo nog een aantal projecten. Waar niet alleen de Rijksoverheid met één departement mee bezig is, maar meerdere. En vaak ook meerdere mede-overheden, of nou provincies of gemeenten zijn, of diensten. En ik heb het gemist dat we zeg maar dat totale beeld, omdat het een groot project was, want daar hoort daarbij dat we dat gewoon ordentelijk en netjes in beeld hebben gekregen. En dat is pas geordend toen ik de inhoudsopgave van het rekenkameronderzoek nog eens zag. Dan zie je de ordening en je ziet ook minister Remkes zeg maar op basis van die ordening eindelijk eens komen met zeg maar het inzicht in kosten daarna. En leidt u dat nog tot een aanbeveling aan ons om bepaalde aanbevelingen op te nemen? Nee, dat laat ik graag aan de commissie over. Dat was het? Ja, dat was het. Dan dank ik u zeer voor uw komst naar hier. En ik schors de vergadering tot 17 uur. En dan zullen wij een gesprek aangaan met de heer Remkes. Ik schors de vergadering.